Hallo en welkom bij Speelgoedservice. Spelen moet vooral leuk zijn, maar het speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. En daarom vandaag een stukje over pluche knuffels. Pluche knuffels zijn niet alleen zacht, lief en zien er leuk uit, maar ze bieden ook een stukje vertrouwen en zekerheid aan uw kind. Door bijvoorbeeld een vriendje of een stukje van thuis te zijn. Vandaag zijn we op bezoek bij Simba Toys Benelux en kijken naar de categorie Nico Toy. En wat je ziet eigenlijk is dat er twee grote groepen zijn. Aan de ene kant het babypluche, voor kinderen vanaf 0 tot en met 3 jaar. En aan de andere kant het gewone pluche, de rest hoe je het noemen wilt, vanaf 4 jaar en ouder. Bij het babypluche kunnen we vertellen dat het eigenlijk altijd in de box of in de wieg ligt. En dat het daarom niet te groot moet zijn. Dat is onhandig. En wat belangrijk is bij babypluche, is dat het ook de zintuigen moet stimuleren. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door verschillende stoffen te gebruiken voor gevoel. Door rammelaatjes en knisperende geluidjes voor het gehoor. En uiteraard de leuke kleurtjes voor het zien. De andere categorie, de rest, moet vooral er leuk uitzien, lekker zacht zijn en is te verkrijgen van heel klein tot heel groot. Nou, natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over pluche, maar dat een andere keer. Voor vandaag bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.